Ja, nou, ik moet wel zeggen dat de schaakvereniging Almelo echt in de lift zit qua ledenaantal. Er komen heel veel jeugdleden ook weer bij. Nu corona een beetje weer aan het wegzakken is. En ook al wat seniorleden, dus daar zijn we heel blij mee om te zien. En dat heeft er dus nu ook tot geleid dat wij hier een tweede team op de zaterdag kunnen neerzetten. We hebben hier onze competitiewedstrijden met het eerste en het tweede team. In de KNSB-competitie, zoals dat heet. En het eerste team speelt op dit moment tegen Winterswijk en het tweede tegen Groningen. Nou, je hoort het wel. Mensen die eigenlijk buiten het schaken staan, die zeggen van... Hey, wat is er allemaal aan de hand met die schaakwereld inderdaad? De wereldkampioen Magnus Carlsen en een reizend talent uit Amerika, Hans Niemann. En er zijn wat geruchten dat Hans Niemann het niet helemaal eerlijk zou hebben gedaan. Op welke manier dat geweest zou moeten zijn, is heel lastig te achterhalen, omdat het een partij over het bord is geweest. Dus onderbord, zoals ze dat zeggen ook. Je ziet het wel steeds meer online gebeuren, dat je gewoon echt een computer ernaast kunt houden. Alleen met een fysieke partij was het nog best wel lastig en daar is best wel wat ophef over ontstaan. Er zijn controles inderdaad. Er wordt overal wel met een soort van metaaldetector, wat je met de douane ook al ziet, wordt het langsgehouden. En ook echt nog wel op radiozenders. Maar ik zou eigenlijk niet goed kunnen weten hoe ze dat nou precies hebben gedaan. Het is wel zo, je hoeft maar een vriend op afstand te hebben en ergens een microchip hebben die een klein bussetje geeft op het moment dat er iets aan de hand is. Ja, dan heb je dus alle mogelijkheid om vals te spelen. En de meest bizarre theorie van alles is dat er een of ander speeltje ergens verstopt zou zitten. Het zou inderdaad zo zijn dat hij dan een soort seksspeeltje ingebracht zou hebben met een bussetje erin. Waarmee hij dus op afstand de zetten door zou kunnen krijgen. En er is zelfs al gezegd door deze Hans Niemann van ik wil best wel naakt achter het bord gaan zitten om dat tegendeel te bewijzen. Maar goed, dat neemt natuurlijk niet weg dat wat er gebeurd is, dat het niet meer ongedaan kan worden. Er staan hele zware straffen op en meer dan terecht, want je verpest gewoon eigenlijk de sport voor iedereen. En helemaal op wereldniveau, dan heb je bijvoorbeeld echt een prijzenpot van een miljoen als het niet meer is. Dus er gaat echt wel veel geld in om. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, schaken is het spel waarmee je gewoon een ander te slim af wil zijn. En eigenlijk telkens opnieuw, het is nooit hetzelfde. En doordat het nooit hetzelfde is en je continu iemand anders tegenover je hebt zitten, ja, dat maakt het zo leuk. En je kunt het samen doen. Het is een hele wereld die heel veel mensen eigenlijk nog niet kennen. Waarmee ze eigenlijk wel kennis zouden moeten maken, vind ik.